Het is vandaag maandag en leuk dat je kijkt naar deze vlogmasdag 11, volgens mij. Ja, volgens mij is dit vlogmasdag 11. Gaat echt best wel snel. Mijn camera is vies. Beter. Ik ben vanmorgen eventjes naar de apotheek gegaan, want ik moest mijn pil opnieuw ophalen. Alleen, ik kan het morgen dus pas ophalen. Ze hadden hem niet op voorraad, dus ze moesten hem bestellen. Dus daar moet ik morgen weer terug daar naartoe om hem weer opnieuw op te halen. En het is best wel even een stukje rijden, want het is bij mijn huis van mijn ouders. Maar goed, daarna was ik eventjes naar de zonnebank geweest. Alleen dat knopje, zeg maar, dat je je gezicht wat minder sterk kon zetten, deed het niet. En op een gegeven moment voelde ik echt dat mijn gezicht ging verbranden. Dus heb ik gewoon een handdoek op mijn gezicht gelegd. Maar daardoor is mijn gezicht dus niet heel bruin geworden. Mijn lichaam ietsjes meer. Dus ik denk dat ik woensdag nog eventjes een keertje ga, maar dan gewoon bij ons hier zo in de straat. Want nu was ik bij de zonnebank bij mijn ouders daar zo. Ik ben even wat dingetjes aan het doen voor samenwerkingen. Ik ga straks pas even douchen, want ze zeggen dus altijd dat je niet gelijk moet douchen nadat je onder de zonnebank bent geweest. Dus dat ga ik nog even niet doen. Maar ik kwam dus net een TikTok tegen over mijn rozemarijn water. En ik gebruik wel al die rozemarijn olie natuurlijk. Twee keer in de week nu. Deze. Maar ik gebruikte nog geen rozemarijn water. En Dagmar die had toevallig nog 3 takjes voor me meegenomen laatst. Want bij ons Albert Heijn was de rozemarijn gewoon uitverkocht. Dus ik denk dat ik het eventjes ga maken. Kijken of het lukt. Ik heb natuurlijk laatst bij Shein heb ik zo'n spray bottle gekocht. Ik moet ook echt even de keuken opruimen. Maar ik ga even die TikTok erbij pakken. Dit moet. Hey liefie. Ik zie hoe ik rozemarijn water maak om hem maar snel te laten koelen. Oké, ik moet eerst water koken. Dan moet ik de rozemarijntakjes erbij doen. Ik heb er 4. Chill. En dan moet ik het 15 minuten laten koken en dan 25 minuten laten afkoelen. Dus dat is wat ik nu ga doen. En dan ga ik ondertussen eventjes de vaat opruimen. Dat moet ook gebeuren. Water laten koken en dan doe ik daarna die takjes rozemarijn erin. En dan ga ik verder. Oké, daar is denk ik iets niet helemaal goed gegaan, zoals je ziet. Het ligt er echt allemaal vieze reden, dus ik ga dit weggooien. En ik ga naar de Albert Heijn en kijken hoe heel mijn camera beslaat. Of ik nieuwe rozemarijn kan vinden. Ah jongens, ik weet echt niet welke fout het is. Gewoon de tweede keer. Misschien laat ik het te hard koken. Wat is dit? Oké, poging 3 komt eraan. Oké jongens, het is nu dus wel gelukt. Dus ik heb het nu in die spray gedaan. En laat het in de koelkast staan. En ik had nog een beetje te veel. Dus dat heb ik even hierin gedaan. En dit moet je dan nu een dag in de koelkast laten staan. En dan kan je het gebruiken. En volgens mij kan je het dus een week bewaren. Als je het ook in de koelkast laat staan. Dus kijken of dit werkt. Ik heb eventjes gedoucht en mezelf omgekleed. Ik heb een heel outfitje aan van Lovies. Trui en broek. Deze trui en deze broek die heb ik nieuw. Maar die zal ik van de week eventjes met alle andere items die ik ook nieuw heb van Lovies laten zien aan jullie. Ik heb even mijn haar in een knotje gedaan. Even make-up op gedaan. Want vanavond komt mijn vader me halen rond 7 uur. En dan ga ik met mijn oom en met mijn vader naar het neefje, of naar de neef van mijn vader en mijn oom. Want die hebben een kindje gekregen. Dus daar gaan we even kijken. En even cadeautje geven, even wat drinken. Dus ik dacht, ik maak even wat van mezelf. Dat ik er iets fatsoenlijker uitzie dan dat ik er net uitzag. Ik ga nu even de vlog die morgen online moet komen, ga ik even bewerken. En even bedenken wat ik ga avondeten. Ik heb echt nog geen idee. Ik ben weer lekker thuis. Het is nu 9:30. En het was wel eventjes gezellig. Het babytje was zo klein. Maar ze had echt super veel haar op haar hoofd. Maar het was wel even leuk. Het was helemaal Zoetermeer. Dus we waren ook wel eventjes onderweg. Of nou, niet heel lang. Half uurtje heen, half uurtje terug of zo. Ik ga nu nog eventjes mijn vlog bewerken die morgen online moet komen. Volgens mij heb ik vandaag dus echt helemaal niet zo heel erg veel gefilmd. Dus sorry daarvoor. Ja, ik weet niet. Ik was vandaag gewoon vooral veel op mijn laptop aan het doen. Veel bezig met het rozemarijnwater wat niet lukt. En ik had echt een ochtend. Eerst kon ik echt nergens mijn pasjes vinden. Toen bij de apotheek hadden ze dat recept niet. Ging naar de eerste zonnebank, die was weer dicht. Ben ik naar een ander gegaan. Echt, ik was 1 handschoen vergeten op de scooter. Dus ik had 1 hele koude hand. Het was echt niet mijn ochtend. Maar goed, ik heb me eroverheen gezet en het was verder een prima dagje.
Alleen is er gewoon niet heel erg veel gefilmd. Maar ik ga nu eventjes deze vlog bewerken. Zodat hij morgenochtend op tijd online kan komen. Oké, ik zit dus in een dilemma. Mijn video is trouwens klaar, die is aan het opslaan. Maar ik moet dus nog voor Sint-Kirsten nieuw met die meiden, moet ik dus nog een outfit hebben. En we vinden het altijd leuk om een beetje extra te gaan. Extra. Ik het woord. Maar ik heb dus een jurkje gezien bij Shayna. Deze. Ik hoop dat hij even wil scherpstellen. Ja, dit jurkje. Die vind ik dus echt heel erg leuk. Zij is sowieso echt bloedmooi. Maar goed, ik vind dat jurkje echt heel erg leuk. Maar ik twijfel of die bij mij leuk gaat staan. En of het niet een soort van... Kijk, het is natuurlijk wel kant. Even kijken of je dat goed kan zien op de foto. Ik vraag me af of dit niet heel gek gaat zitten of zo. Zeg maar qua of dat kant wel mooi is. Maar ik vind het wel echt heel gaaf. En dan met een paar mooie oorbellen erbij. Misschien als het iets te is een soort blazer eroverheen. Ik twijfel echt heel erg. Ik vind hem zo gaaf, maar ik ben zo bang dat hij bij mij niet leuk staat. En ik heb hem dus gevonden op Vinted. Met nog het kaartje eraan. Bij Vinted kan je het natuurlijk niet terugsturen. Als je het niet leuk vindt zitten. Dus ik twijfel echt heel erg. Laat even weten wat je van dit jurkje vindt. Of dit leuk is. Zo'n jurkje voor de kerst met die meiden. Het mag dus allemaal best wel een beetje heftig zijn. Oh, ik vind het echt lastig. Ik weet het echt niet. Aan de ene kant wil ik namelijk ook gewoon lekker iets met glitters. Maar ik vind het zo lastig om iets leuks te vinden. Volgens mij zei ik het in mijn vlog van gisteren ook al. Maar als je nou nog tips hebt voor een site of iets waar ze leuke kerstdingen hebben. Ook iets waar niet iedereen in loopt. Want ik wil niet dat ik straks aankom bij Sint-Kirsten nieuw met die meiden. En dat ik opeens hetzelfde aan heb als iemand. Vind ik ook niet zo chill en leuk. Ik vind het zo lastig. Voor oud en nieuw dacht ik wel iets te hebben. Maar nu twijfel ik ook weer dat ik denk, ja, wil ik niet gewoon leuk een jurkje voor oud en nieuw. In plaats van die body. Ik heb dus een body met een pantalon. Zo lastig allemaal. Zo lastig. Ik weet het echt even niet.